Goedemiddag allemaal. Als het goed is, stroomt iedereen heel langzaam binnen voor de volgende webinar. Onze dag vandaag. Mijn naam is Remy Miedema. Ik wil iedereen ook van harte welkom heten namens de VNSG. Zelf voorzitter van de focusgroep testen. En vandaag moderator voor het webinar Inzet Digital Adoption Solution, wat verzorgd wordt door Jelle van Deursen en Twan Rutte, die zichzelf zo natuurlijk nog wel even zullen gaan voorstellen. Ik zou zeggen, laten we gewoon beginnen. En ik geef het woord aan Jelle van Deursen. Succes! Ja, dankjewel Remy. Goedemiddag dames en heren en welkom bij dit webinar waarbij we het gaan hebben over de inzet van een Digital Adoption Solution. Wat gaan we doen in een SAP use case verhaal? Ik zal mezelf even kort introduceren. Mijn naam is Jelle van Deurzen. Ik ben als Business Development Consultant verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van TTS in Nederland. Ik ga deze sessie samen verzorgen met mijn collega Twan Rutte, die als Professional Service Consultant betrokken is bij met name de implementatie van onze oplossing. En ook de trainingen en dergelijke verzorgd in onze tooling. Dus wij gaan samen dit verhaal vandaag oppakken. Even kort over TTS. TTS is een organisatie gevestigd in Duitsland, niet zo ver van Waldorf af, waar het hoofdkantoor van SAP zit. TTS houdt zich met name bezig op het gebied van change management en leren en doet dat via verschillende aspecten. Nou, één daarvan is de inzet van een Digital Adoption Solution, waar ik en onder andere Twan ook verantwoordelijk voor zijn in Nederland. En daar gaat ons verhaal vandaag over in dit webinar, waarbij we echt ons verhaal ook baseren op de ervaringen met SAP-gerelateerde klanten. Het is namelijk zo dat onze oplossing is inzetbaar voor iedere web- en desktop-applicatie. Maar in de loop der jaren hebben we al een heel breed portfolio opgebouwd met klanten die onze tooling echt inzetten voor SAP-use cases. Ja, voordat we van start gaan, even kort een inleiding van waar we het over gaan hebben vandaag. Nou, allereerst ga ik de Performance Suite, dat is de naam van onze oplossing, introduceren. Daarna duik ik samen met Twan de praktijk in. En na de sessie is er dan nog plaats voor vragen en antwoorden. Ik wil even jullie op attenderen opnieuw van stel gerust je vragen tijdens de sessie door middel van de chat of vraagfunctie. Maar ik wil wel even zeggen dat we die vragen dan wel na de sessie beantwoorden. En niet tijdens de sessie om het ook een beetje gestroomlijnd te laten lopen en ook een beetje binnen de tijd te kunnen blijven. Nou, even over het concept. Nou, wat is nou het concept waar ons platform op gebaseerd is? Nou, dat is dat we ons niet alleen richten op het incidentele leren, dus het leren vooraf, maar ook echt op het leren, op de ondersteuning in de praktijk. Nou, daarvoor is onder andere het model Five Moments of Need, wat je hier ook ziet, waar we dus ook echt zien dat we onderscheid maken in het formele leren vooraf en het leren in het werkproces op het moment van behoefte. Nou, die eerste twee momenten, dus wanneer je iets voor de eerste keer leert en wanneer je meer wilt leren, hebben we echt met name betrekking op bijvoorbeeld het geven van e-learning of klassikale trainingen. Hebben we het over die andere momenten, dus wanneer je iets wilt toepassen, wanneer er iets fout gaat, wanneer er zaken veranderen, focussen we ons veel meer op het leren in de context van het werk. Dus echt softwareondersteuning, maar ook de eindgebruiker laten zien in welke processen aan het werk zijn, hoe belangrijk hun input is voor een eventuele output. We laten de eindgebruiker ook zien welke procedures gehanteerd worden in het werkproces en dat soort zaken. Nou, ons digitale adoptieplatform is een suite. Nou, die bestaat uit meerdere onderdelen. Dit plaatje beschrijft dat al. Kijk, allereerst moeten de instructies gemaakt worden. Nou, dat doen we enerzijds met de creator, welke de eenvoudige manier is om snel instructies te kunnen maken. Het is echt eigenlijk een hele laagdrempelige manier en iedereen kan dat op die manier doen. En wil je uitgebreidere content maken, dan gebruiken we de producer. Die is wat meer verrijkt en daar kan onder andere ook e-learning in ontwikkeld worden. Nou, Twan zal het later in een demo zo dadelijk laten zien. Nou, de content moet ook gestructureerd worden. Daarvoor gebruiken we de curator. Met de curator kunnen we echt content echt rangschikken op basis van structuren. Dus we kunnen procesviews weergeven, we kunnen cursussen hier bouwen, maar we kunnen ook onderwerpen aanmaken en daar content onder plaatsen. Overigens kunnen we hier ook bestaande content gebruiken die de organisatie al veranderd heeft. Hè. Dus als de organisatie zelf al reeds een en ander heeft ontwikkeld, of ze hebben iets van een leverancier aangeleverd gekregen, bijvoorbeeld een FAQ of een manual, kan dat ook in de curator contextgevoelig aangeboden worden aan de eindgebruiker in de context van het werk, ook op basis van rollen en dergelijke. Nou, dat is eigenlijk de auteurskant. Gaan we naar de gebruiker, waar het uiteindelijk toch om gaat. Nou, die heeft twee manieren om toegang te krijgen tot de instructies. Allereerst
contextgevoelig biedt de suite content aan door middel van de Quick Access. Nou, deze herkent in welke applicatie en ook waar in de applicatie de gebruiker zit. En biedt aan de hand daarvan contextgevoelig relevante instructies. En maar ook andere belangrijke documenten, zelfs microlearning, korte e-learning nuggets. En dit is dus echt gebaseerd op de context van het werk. Maar ook een heel belangrijke andere contextfactor is ook de rol van de gebruiker. We baseren het ook echt op de rol van de gebruiker. Zodat hij ook echt altijd in de context van het werk en in de context van de rol de juiste instructies, documentatie en dergelijke relevante zaken tot de beschikking heeft. Nou, dat is de Quick Access. Daarnaast hebben we de Web Access. Nou, dat is een portal waar de eindgebruiker eigenlijk altijd toegang tot heeft. En waar de eindgebruiker onder andere toegang heeft, dus wat ik eerder al noemde, trainingen, processtructuren en andere belangrijke onderwerpen en documentatie. Nou, dat is de gebruiker. Nou, dan is het eigenlijk ook heel belangrijk om te kijken van hoe wordt de content nu ook gebruikt in de praktijk. Daarvoor hebben we ons TTS Analytics Dashboard. Die is heel belangrijk om te kunnen kijken waar hiaten zijn. Hè? Dus waar wordt de content gebruikt, maar belangrijker, hè, waar zijn mensen op zoek naar content en krijgen ze het niet gevonden. Nou, daar kunnen we dus echt bijsturen. Hè? Dus, en dat is ook echt voor input voor aanpassingen, verbeteringen, maar ook echt toevoegingen van content eventueel daar waar er gaten vallen in de praktijk. Nou, dat is eigenlijk een korte introductie van ons digitale adoptieplatform. Ik wil eigenlijk graag samen met Twan eigenlijk direct de praktijk in duiken, want uiteindelijk is het seeing is believing uiteindelijk natuurlijk. En ik wil jullie ook de oplossing graag laten zien in een SAP use case. Dus Twan, ik ga jou allereerst presenter maken. Dan kan jij het scherm overnemen. Dankjewel. Nou Twan, ik heb jou eigenlijk een inleidende vraag. Hè? Wanneer we kijken naar organisaties die S4HANA implementeren, hè? Waarom kiezen organisaties voor een digitale adoptieoplossing zoals de TTS Performance Suite om training en adoptie van het project aan te pakken? Goeie vraag. Goed om mee te beginnen. In ieder geval, nou eigenlijk heb je het een beetje samengevat in je slides van daarnet. Maar laat me er heel even op terugkomen. Allereerst 5 moments of need. Hè. Wanneer we de gebruiker ondersteunen, proberen we de gebruiker te ondersteunen op elk moment waarin die gebruiker behoefte heeft aan kennis en informatie. Dus op het moment dat je nog een volledig nieuwe gebruiker hebt, hè, die nog niet bekend is met de processen en concepten, dan zijn vooral momenten 1 en 2, laten we ze, omdat we ze niet meer in beeld hebben, even kort herhalen. Op het moment dat men iets nieuws gaat leren, of het moment dat een gebruiker zich wil gaan verdiepen, dan is leren vooraf natuurlijk wat belangrijk. Hè? Voldoende kennis opdoen om uiteindelijk losgelaten te worden in een omgeving. Maar daarna komen ze op de werkplek en daar vindt eigenlijk de grootste transfer van kennis plaats. Hè? Want je doet daar alles in de context van je echte handelen. Daar blijft het beklijven. Hè? We kennen allemaal de situatie dat je naar een klasroomtraining gaat of misschien wel een e-learning compleet volgt. Dan heb je die gevolgd, maar hoe snel dat die kennis vervliegt, dat is enorm snel. Want het blijft niet beklijven, het is ook niet in de context van wat je daadwerkelijk aan het doen bent. Dus die momenten die daarna komen, 3, 4 en 5, wanneer je kennis wilt toepassen op het moment dat je het even niet meer weet. Op het moment dat er wijzigingen optreden, met name belangrijk in een cloud-omgeving natuurlijk, waarin alles van de ene op de andere dag kan wijzigen. En op het moment dat je problemen tegenkomt, hè, problemen wilt oplossen. Op dat moment spring je daarop in, dat is 1. Aan de andere kant hebben we natuurlijk daar heel makkelijk onze methode voor die we in het verleden kennen. Hè? SharePoint. We maken alle documentatie, we gooien het op SharePoint. Jongens, het staat er allemaal, elke instructie is samenvat. Succes, het komt goed. Maar dat is geen effectieve performance support zoals we dat noemen. Performance support, het ondersteunen van gebruikers op de werkplek, is pas effectief wanneer het plaatsvindt in de workflow van de gebruiker. Hij of zij moet in zijn werkzaamheden of haar werkzaamheden worden geholpen op het moment van toepassen. Het liefst contextueel. Gebruikers moeten niet op zoek naar informatie, maar moet naar ze toe komen op het juiste moment. En dan moet het ook nog eens precies genoeg informatie zijn om daarmee door te kunnen. Want het gaat tenslotte om je werk uitvoeren en het gaat niet om die help op zich. Nou, dat alles willen we eigenlijk proberen te ondersteunen van 1 punt van toegang. Want we ondersteunen natuurlijk niet een SAP-applicatie. We ondersteunen werk. En daar zit misschien wel iemand in SAP te werken. Maar van een SAP-oplossing komen ze misschien wel weer terecht in een andere applicatie. Of misschien wel een non-IT-situatie waarin men ook geholpen moet worden. Nou, die content moet natuurlijk altijd up-to-date zijn. Hè? Want op het moment dat je de eerste keer naartoe gaat en het klopt niet helemaal, wil je het misschien nog wel vergeven. Maar de tweede en derde keer, dan laat je het alweer linksliggend opzoeken naar een collega. Dus die content moet up-to-date zijn. Betekent dat je dus ook een auteursysteem moet hebben, wat in staat is om real-time dingen aan te passen. Maar dat je ook altijd kunt terugvallen op eerder gemaakte materialen.
Nou, dat soort situaties proberen we eigenlijk te realiseren voor onze eindgebruikers. En daarom kiezen ze eigenlijk voor de TTS-oplossing, een totaaloplossing voor het ondersteunen van al die 5 months of niet. Ja, lijkt me helder. Dankjewel, Twan. Nou, laten we gewoon de praktijk induiken. Laten we beginnen met die gebruikersondersteuning. Ja. Nou, hoe ziet dat er nu concreet uit vanuit het perspectief van de eindgebruiker? Zou je dat kunnen laten zien? Ja, je ziet mijn bureaublad. Hè? Een beetje saai, zwarte achtergrond. Vind ik zelf prettig werken. Maar een gebruiker werkt met applicaties. Nou, we pakken natuurlijk nu het voorbeeld van een SAP-omgeving, de SAP Fiori-omgeving, en die heb ik geopend. En ik ben op dit moment een eindgebruiker die met deze tool aan de gang wil. En op elk moment van behoefte kan ik op zoek naar informatie. Nou, ik sla even in deze fase even over hoe dat ik me voorbereid. Ik denk dat iedereen wel een beeld heeft van e-learning of een classroom training om een algemene training te krijgen in de tool. Wat ik eerst ga laten zien is hoe dat de gebruiker gaat geholpen worden op de werkplek, at the moment of need, zoals we dat dan noemen. Dus ik zit in die SAP-omgeving en op dit moment heb ik behulp aan behoefte. Nou, enkel punt van toegang. Cross-applicatieondersteuning vinden we hier in de vorm van de sinaasappel in de balk. En op het moment dat ik daarop klik, gebeuren er een paar dingen op het scherm. Allereerst komt er een venster hier aan de zijkant te staan, duwt het werkscherm iets opzij, waardoor ik beide tegelijkertijd in beeld kan houden. Dus ik verlaat mijn werkzaamheden ten eerste niet. Ten tweede herkent die applicatie waar ik in het werk ben. Dit is niet geïntegreerd in de SAP-omgeving, maar draait daar volledig naast. Maar toch is hij in staat om te zien welke applicatie op dit moment actief runt. En niet alleen op het hoofdscherm, maar ga ik daar dieper in. Hè? Ik ga bijvoorbeeld hier een transactie in. Nog even de oude terminologie daar te blijven. Dan zul je ook zien dat die nu herkent. Twan is genavigeerd naar de Manage Stock tile. En je ziet dat het venster hier aanpast en andere informatie toont. Nou, wat voor informatie krijgen we dan te zien? Nou, ik noemde net al precies genoeg informatie om die gebruiker te helpen. Dan kan dat natuurlijk precies verschillend zijn voor al onze gebruikers. Dus wat is het nou precies genoeg? En daarom hebben wij de onderverdeling die je hier ziet staan. We beginnen meestal bij stap voor stap. Hè, waar je in de training eerst begint met doelstellingen, concepten en uiteindelijk leert. Nou, dan moet je die knop indrukken. Is het in de praktijk eigenlijk vaak andersom? Je hebt tenslotte al een idee van wat de applicatie kan doen en wat deze transactie voor jou kan betekenen. Maar je weet misschien niet meer helemaal precies hoe dat die werkt. Nou, de stap voor stap instructie is daar een mooi voorbeeld van. Ik pak hier even dit, hoe moet ik nou die stock managen? En op het moment dat ik daarop klik, krijg ik side by side, naast de daadwerkelijke applicatie, mijn stap voor stap ondersteuning. Bestaande uit textuele instructie en bestaande uit visuele ondersteuning. De eerste stap heb ik hier al wel uitgevoerd, maar mocht ik in het geheel dat niet helemaal kunnen vinden, hoef ik er maar overheen te bewegen om te zien waar iets zich bevindt. Nou is dit een mooie overzichtelijke pagina, maar je kent ze ongetwijfeld van SAP, die complete gevulde scherm met veel opties. Nou, waar moet ik dan zitten? En op die manier kan ik dat makkelijk zien. Nou, even een beetje vooruitlopend op wat data ongetwijfeld nog aan bod komt. Deze content wordt eenvoudig gemaakt en snel gemaakt. Dus het is geen kwestie van knippen en plakken, maar daarover later meer. Nou, als deze informatie niet genoeg is, dan kunnen we uitgebreidere documentatie gaan bekijken. Nou, pak even hetzelfde onderwerp, even ter illustratie hier, maar dan misschien wel in de vorm van een handleiding. Iets meer ruimte voor documentatie, niet meer side by side, want je hebt meer documentatie om te bekijken en je kunt je eens gaan verdiepen. Dat kan natuurlijk ook bestaan uit stap per stap, maar kan in feite elke informatie zijn die je op dat moment nodig hebt. Nou, tenslotte bieden we standaard eigenlijk nog een derde vorm aan, die ook weer wordt gebruikt bij die momenten 1 en 2, wanneer je je echt gaat leren vooraf, is interactieve instructie. Met name belangrijk als je lange tijd iets niet hebt gedaan of een taak moet overnemen van een collega, dan is het wel eens handig om het een keer te proberen voordat je het daadwerkelijk gaat doen. Nou, even een voorbeeld hier. Hier hebben we het eenheden voor zelfstudie genoemd, maar die benaming kan van alles zijn wat je zelf wilt. Ik klik hierop en er wordt een simulatie geopend. Nou, standaard heeft deze de interface van de organisatie waar je werkt, zodat er mooie herkenbaarheid is dat het jullie werkinstructies zijn. Nou, en op deze manier kan ik er doorheen. Dit mag maximaal 5 minuten duren, liefst zelfs minder. Er zijn niet echt doelstellingen nog ingevuld in deze. Maar interactief betekent dat ik daadwerkelijk kan leren hoe dat deze transactie er loopt. Klik de Manage Stock menu item, ik kan dat uitvoeren. Klik in de Material Input field. Typ in TG12 als voorbeeldje hier. En stap voor stap loop ik daar doorheen. En op elk moment kan ik eventueel extra informatie krijgen. Dan gaan we niet helemaal nu doorlopen. Maar het principe is dat we dus eigenlijk een gelaagdheid aan informatie hebben. Stap voor stap, direct uitvoeren in je systeem. Additionele informatie. En eigenlijk stap 3 in dit geval. Een stukje ervaring opdoen in
de eenheid voor zelfstudie. Ja, helder van. Nou, zojuist zagen we eigenlijk verschillende niveaus van ondersteuning, hè, die de eindgebruiker helpt in de context van het werk. Maar zoals ik eerder al vermeldde, is dat de organisatie zelf ook al dat wat ze zelf in handen hebben kunnen ontsluiten aan de eindgebruiker. Waar zien we dat hier terug? Ja, dat is een natuurlijk een belangrijk aspect. Hè. Veel organisaties starten niet blanco. Die hebben al een hele hoop documentatie beschikbaar. Al dan niet zelf gemaakt in andere tools. Of misschien wel van SAP zelf, hè, die ergens staat. Nou, eigenlijk kun je elke documentatie die je zelf al hebt, in elk documentformaat, of het nou Excel is, PDF, een MP4, een externe filmpje op YouTube, een link naar een andere externe website, kunnen we contextgevoelig ontsluiten. Dus in de context hier van Managed Stock heb ik hier bijvoorbeeld SAP Stock transactiecodes. En dit is gewoon een voorbeeld wat hierin staat. Dit is ook niet een specifiek voorbeeld dat hier nu echt gebruikt wordt. Maar even te aangeven, illustreren dat we eigenlijk alle type documenten kunnen koppelen. Nou, dat kan een Excel-sheet zijn met aanvullende informatie. Dat hadden we nog ergens nog steeds van toepassing voor mijn organisatie. Dus ik wil dat hier beschikbaar stellen. Dus niet zoeken daarnaar, maar binnen één klik gevonden worden. Nou, dit is natuurlijk maar één voorbeeld. Dat kan zijn ook een PDF, hè, een document wat misschien wel door SAP is geleverd al. Een extern documentje en in één klik op de knop heb ik die ook weer te pakken. Nou, dat kan zijn met externe documenten, maar heb je de documentatie al echt ergens fysiek staan op een ander systeem, op SharePoint, dan wordt het daar misschien niet gevonden, maar we kunnen die documentatie ook ontsluiten. Nou, is dit niet helemaal direct hier in diezelfde context, maar wel het voorbeeld daarvan. QR-codes voor inventory management heb ik hier als een voorbeeld staan. En dit is een voorbeeld van een link. En dit is een link naar een website, maar kan ook een document zijn dat op SharePoint is. Dus elke documentatie wat u zelf al heeft, kunnen we op deze manier eenvoudig ontsluiten in de context van wat ik op dat moment aan het doen ben. Ja, nou, je laat nu eigenlijk een impressie zien van de oplossing in S/4HANA Cloud. Nou, in de praktijk zien we gewoon dat organisaties vaak een keten aan applicaties gebruiken voor de processen. Kun je eens laten zien hoe wij dat met de TTS Performance Suite ondersteunen? Ja, nou, sowieso kunnen elke instructie die gemaakt wordt, kan cross-applicatie. Dus op het moment dat ik hier, nou heb ik hem hier niet direct in zitten, maar stel dat ik hier in die instructie zit, hè, en ik moet halverwege van de ene applicatie naar de andere, naar Microsoft Word of zo gaan, dan werkt dat cross-applicatie. Dus kan ik naar Word switchen, dit instructie blijft staan en kan daar bekeken worden. Maar ook instructies die van toepassing zijn op een andere applicatie. Dat noemen we eigenlijk de single point of access. Hij zit niet voor niks hier in dit geval hier in die systeembalk. Want op het moment dat ik bijvoorbeeld ga hier nou naar Salesforce, een hele andere applicatie, zul je zien dat ook daar automatisch die context wordt gelegd. En dat geldt voor alle webapplicaties, maar geldt ook voor desktopapplicaties. Uiteraard, hè, er moet wel content voor beschikbaar zijn of zijn gemaakt. Voor die applicatie om die gebruikers te ondersteunen. Maar het systeem is daartoe in staat. Dus cross-applicatie, hè, ik switch van de ene naar de andere. Je ziet dat de content zich automatisch daarop aanpast. En geldt ook voor desktop-applicaties. Dus als ik hier in de Microsoft Excel zit, het duurt even ietsje langer omdat ik hier nu vanaf mijn lokale systeem deze support aanroep voor deze demo. Om daar even niet afhankelijk van te zijn. Maar zal die de content in dit geval dus ook pakken voor bijvoorbeeld Microsoft Excel. Met daarin dezelfde opbouw. Stap voor stap guides, e-learning indien nodig, extra documentatie, maar alles specifiek voor de organisatie. Dus geen algemene klikhelp. Nee, hoe werkt iets binnen jullie omgeving en dan cross-applicatie? Ja, nou, zoals ik eerder ook al vertelde, hebben we in implementatie of verandering hebben we gewoon te maken met verschillende gebruikersrollen. Nou, zou je eens kunnen laten zien hoe de TTS Performance Suite hiermee omgaat? Ja, nou, laten zien wordt even in dit geval een beetje lastig, want het gebeurt namelijk op de achtergrond zonder dat je er eigenlijk erg in hebt. Ik keer weer even terug naar de SAP-omgeving, want ik denk daar zitten de meeste mensen hiervoor. Dus we zitten hier in die SAP-omgeving. Overigens werkt dit ook nog steeds voor de oude klassieke traditionele interface. Dan werkt het precies hetzelfde als dat je nu ziet. Alleen nu zitten we in de Fiori-interface. Maar ik als gebruiker ben in deze transactie gekomen. Uiteraard is het natuurlijk zo dat op het moment dat ik niets te zoeken heb in deze transactie, maar ik zit in een andere transactie. Ik zit op die homepagina. Nou, je ziet hem weer gaan switchen nou naar de andere omgeving. Stel dat ik een andere rol heb en ik hoef hier niet in, dan krijg ik natuurlijk niet de instructies te zien die hiermee te maken hebben. Dat doet het contextgevoelige deel. Dus in die zin worden die rollen al automatisch behandeld door de transacties of de tegeltjes die jij beschikbaar hebt. Want wat je niet hoeft te zien, krijg je ook niet te zien. Daarnaast
kunnen we allebei naar hetzelfde scherm kijken, zowel jij en ik kijken naar hetzelfde scherm. Maar wat hier op de achtergrond gebeurt, is het systeem weet wie ik ben. Nou, niet zozeer wie ik ben, maar wel tot welke groep ik behoor. En zo kan het zijn dat jij en ik allebei naar exact hetzelfde scherm kijken, maar hier in deze instructies andere opties te zien krijgen op basis van onze rol. Dus je wordt niet lastiggevallen met documentatie die niet voor jou van toepassing is als jij andere handelingen hebt te verrichten binnen zo'n transactie. Ja, ja, helder. Nou, in hoeverre kunnen organisaties nu ook echt die procesinformatie kwijt in een quick access? Kun je dat eens laten zien? Ja, nou ja, uiteraard. Het uitvoeren van managed stock hier in een werkinstructie is natuurlijk maar één stapje wat moet worden uitgevoerd. Maar vaak is zo'n enkele stap een onderdeel van een groter geheel, een proces. Ik ben tenslotte niet alleen degene die daar iets mee moet doen. Nadat ik iets heb gedaan, wordt het in het proces doorgestuurd. Daar moet iemand anders mee aan de gang. Die doet er weer wat mee en het gaat en dan komt misschien wel weer bij mij terecht. Maar die gaat door een proces heen. Nou, om inzicht te krijgen in het grotere proces, kun je dat natuurlijk voorhand in de training al behandelen. Maar ook op de werkplek zelf willen we daar inzicht tot krijgen. En hier zien we een voorbeeld. Concepten en processen. Zelf from stock. Ik heb hier een voorbeeldproces in zitten. En met één klik op de knop wordt eigenlijk het proces wat hier, waar deze stap een onderdeel van uitmaakt, wordt getoond. En wat wij proberen te doen is die processen zo simpel mogelijk te maken. Dit is tenslotte eindgebruikersinstructie. En geen complete lastige swimlanes, keuze er allemaal in. Nee, een zoveel mogelijk straightforward proces dat duidelijk aangeeft hoe dat het proces loopt. Nou, je ziet hier die processtappen staan, die zijn allemaal klikbaar. En op elk niveau van het proces kunnen we documentatie bekijken. Wat is een sales order, self from stock procesbeschrijving. Kan ik aanklikken, document wordt geopend. Dus ik heb documentatie en dat kan weer van alles zijn. Documentatie gemaakt in onze TTS-tool, met auteurstool. Of bestaande documentatie die je al hebt of ergens anders is geborgd. Maar die kunnen we hier eenvoudig aan koppelen. Nou, hier zie je ook iets in terug waar je net naar vroeg. Dat is namelijk die rollen. Die rollen. Die zien we hier ook in terug. Dus deze rol wordt uitgevoerd door hier de accountmanager, dan hier verkoopbiddendienst, warehouse clerk. Nou, deze rollen zijn nu in dit voorbeeldje fictief, maar ze kunnen aangepast uitgevoerd worden aan jullie daadwerkelijke situatie. Dus ik zie ook voor wie het is. Nou, ben ik ingelogd als een admin, dus ik zie alles. We zouden het ook zo kunnen inrichten dat ik bijvoorbeeld als ik de rol van verkoopbiddendienst zou hebben, heb ik die hier zo even staan, verkoop binnendienst. En ik zou ingelogd zijn in die rol, zou het kunnen zijn dat ik wel het hele proces mag zien, maar ik mag misschien niet verdiepende informatie bekijken voor de andere onderdelen. En die staan dan wel zichtbaar, maar die worden dan voor mij verborgen. Dus alleen de documentatie dan voor mij geschikt is, die ik mag zien, wordt getoond. Uiteraard kiezen veel organisaties voor om heel transparant te zijn, dat alles wel benaderd kan worden, maar je ziet wel voor wie die rol bedoeld is. Ja. Nee, helder. Kijk, in de praktijk zien we vaak dat een organisatie ook een learn management systeem heeft. Hè? Ook al afgekort genoemd een LMS. Hoe gaan wij daarmee om met de TTS Performance Suite? Ja, dan haal ik heel eventjes weer los van die processen. Keer ik weer even terug naar de omgeving hier. Nou, ik liet net al een klein stukje e-learning zien. Hè? Een klein blokje e-learning. Maar dit gaat natuurlijk alleen over het uitvoeren van één betreffende handeling. Hè? Het managen van stok om één ding te doen. Nou, op zich is dat natuurlijk geen training. Hè? Geen cursus. Alhoewel ik deze ook kan exporteren naar een lead management systeem, middels de standaard SCORM of AICC formaten bijvoorbeeld. En dan exporteer ik en dan kan het in het systeem staan. Maar dit is een los onderdeel. Vele van die losse onderdelen vormen een cursus. Nou, die cursus kun je beschikbaar maken direct via de Quick Access. Hoeft niet, kan ook alleen via het portaal. Maar kan ook zo zijn dat als je organisatie al een lead management systeem heeft, dat die documentatie daar wordt benaderd en niet in onze omgeving. Nou, even ter illustratie, ik zal deze wel even sluiten. Een cursus, hoe ziet er dat dan uit? Bijvoorbeeld wanneer het in onze omgeving wordt getoond. Oh, dat was de verkeerde link, sorry. Deze moet ik hebben. De course Self from Stock. Ik klik daarop, ik kom weer terug in het portaal, maar dan bij het kopje cursussen. En hier zie ik de cursussen die voor mij van toepassing zijn. Nou, klein stukje introductie, duur, voorwaarden, leerdoelen eventueel. En je ziet hier al die leeronderwerpen staan. En die leeronderwerpen kunnen wederom bestaan uit content gemaakt in het auteursysteem. E-learning, stap voor stap, kijk documentatie die ik al heb getoond. Maar kan ook weer bevatten zo'n Excel-sheet waar nodig. Of een PowerPoint-presentatie wanneer ik die wil toevoegen. Nou, dit geheel als cursus kan ik hierin benaderen. Ik kan die Manage Stock, die kan ik ook hier weer opnieuw openen als ik zou willen. En dan loop ik hem keurig vanaf hier. Als een onderdeel van de cursus. Ik zie ook bij voortgang hier staan. Maar wat wij vaak dus zien is in de praktijk
Grote organisaties hebben een leermanagement systeem. Dit wordt geëxporteerd en wordt geïmporteerd in een LMS-systeem. En dan wordt het daar gedraaid en dan is het de keuze aan de klant om het en-en beschikbaar te stellen in beide omgevingen. Om deze knop bijvoorbeeld door te linken naar het LMS direct of hier te verwijderen. En training, dat doen we in het LMS. Dus dan gaat het naar het LMS toe. Dus de keuze is daar aan de klant. Ja. Nou, zoals ik eerder al vertelde, is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat de klant ook het gebruik kan analyseren. Ja, zou je dit eens kunnen laten zien in de Performance Suite, hoe dat eruit ziet? Ja, kan ik laten zien. Nou, gaf ik net al heel kort even aan dat ik hier in mijn lokale omgeving zit. Nou, ik ben daar de enige gebruiker, dat is niet echt interessant. Dus ik pak heel even een iets andere omgeving erbij. Vergelijkbaar dashboard. Interface. Met daarin het dashboard. En het dashboard is eigenlijk de monitoring die jij in het kwadrant liet zien linksonder. Dus op het moment dat ik daarop klik, die monitoring, dan krijg ik een dashboard te zien. En wat wij in het dashboard doen, is niet zien wie de individuele gebruiker is en wat die daarin doet. Dat gaat meestal tegen de AVG-regels in. En dat doen we niet. En dat is ook meestal niet de intentie van de tool. Wat wij willen zien, is het gebruik in het algemeen. En dat kan bijvoorbeeld zijn het aantal bezoekers in totaal. Dus hoeveel mensen hebben de tool nou geraadpleegd voor informatie. Hoeveel unieke bezoekers zijn dat? Hoeveel terugkerende bezoekers, dus bezoekers die vaker op zoek gaan naar informatie. Eventueel nog waar ze vandaan komen in het algemeen, maar dus niet wie. Nou, wat dan andere interessante dingetjes zijn, bijvoorbeeld nou, welke content is nou het meest populair? Welke inhoud, leerinhoud wordt nou het meest geraadpleegd? How do I create a customer order? Ja, nou, 18 keer geraadpleegd binnen tijdsbestek van 31 dagen. Nou is dit een demo-omgeving die elke maandag wordt gereset. Maar die getallen betekenen op een gegeven moment betekenis te krijgen. En dan zien we welke content is nou het meest populair. Waar zijn nou mensen mee naar op zoek? En wat we tevens zien is welk type van het document wordt nou het meest geraadpleegd? Is dat nou die guide of is het dan echt die e-learning? En dat helpt je weer om inzicht te krijgen in wat die gebruiker uiteindelijk nodig heeft om geholpen te worden. E-learning kost altijd iets meer om te maken. Ik zal straks laten zien, als we nog genoeg tijd hebben, vrij snel kan. Maar op die manier krijgen we dat inzicht. Nou, tenslotte misschien nog een laatste iets. Portal searches, waar zoeken nou gebruikers naar? Daar staan wat onzinnige termen ook in, zie ik. Het is onze internationale demo, vandaag in meerdere talen. Maar er wordt gezocht naar een onderwerp. Nou, wat levert hits op? Maar misschien belangrijker, welke zoekresultaten leveren geen hits op? Dus is er geen documentatie? Nou, geen heel mooi voorbeeld, helaas vandaag in de dashboard. Ik heb daar ook geen invloed op direct. Maar hier zien we dus welke woorden men op zoekt. En als dit bijvoorbeeld iets heel erg zegt over een bepaalde transactie, dus iedereen zou zoeken op Manage Stock en er is niets beschikbaar, ja, dan moet je daar wat mee. Of ze krijgen het niet gevonden door de juiste terminologie, of ze kunnen het niet gevonden krijgen omdat de documentatie er is. Nou, dan kun je dan op gaan handelen. Ja, nou goed, de quick access, je vertelde het net al, zal uiteindelijk gevuld moeten worden met content. Terwijl we in de praktijk vaak al resource problemen zien. Wie maakt in de praktijk eigenlijk die content voor de eindgebruiker? Ja, eigenlijk een hele relevante vraag, want die vraag krijgen we eigenlijk altijd bij klanten. Wie maakt nou de content? Nou kan het natuurlijk makkelijk zijn dat je iemand inhuurt om die content te gaan maken. Maar de kennis zit vaak al bij de organisatie. De kennis zit bij de mensen zelf. En nou kan ik naar jullie toe komen en dan kan ik naast jullie gaan zitten en dan wordt mij verteld, wat moet ik dan gaan doen? Want ik ben de specialist niet. Ik ken jullie werkprocessen niet. En dan moet iemand mij gaan vertellen, moet ik de content gaan maken. Maar je zult zien dadelijk in die auteursomgeving dat eigenlijk het uitvoeren van de actie de grootste basisstap is voor het maken van de content. Dat kan namelijk verschrikkelijk snel op die manier. Waar hoort die... Laat ik gelijk het voorbeeld inderdaad geven. De makkelijkste manier van ontwikkelen, laat ik alleen eventjes snel zien nu hoe dat we bijvoorbeeld die stap voor stap guide ontwikkelen. Maar even mijn applicatie nog open heb. Zo, dan pakken we die. Oh. Hier kom ik dadelijk trouwens misschien nog wel op terug als we de tijd hebben. Even kijken, dan ga ik even hier naartoe. En laat ik ook even naar de homepagina gaan als het startpunt. Je bepaalt zelf het startpunt van waar je iets wil doen. Nou, wat ik bijvoorbeeld ga doen, ik ga nu een guide maken. En hoe makkelijk en snel kan dat? Ik noem wel van die gebruiker kan dat zelf doen, maar is dat dan ook zo? Nou, ik kan hier een nieuw documentje aanmaken. Dan verschijnt er een recorder in beeld. En die recorder is alleen maar simpel deze balk. Ik start de recording. En nu ga ik simpelweg de handelingen uitvoeren. Ik ga naar die tegel Manage Stock hier. Ik klik daarop.
Dat wordt geopend. De volgende stap ga ik uitvoeren. Ik klik hier op materiaal. Ik moet natuurlijk wel eens van een scenariootje hebben wat ik ga uitvoeren. TG12. Weet wat er een beetje in zit. Dat kan ik aanklikken. Ik kan vervolgens dit item openen. Vervolgens voer ik een handeling uit. Ik pak even een aantal stappen die hierin zitten. Nou, klik in het quantity veld. Typ daar een getal in. Klik post. Nou, enzovoort, enzovoort. Ik voer de stappen uit zoals ze ingevoerd moeten worden in het systeem. Nou, eindig even met die knop. Oké. Nou, terwijl ik daar overheen ging, over het scherm, zie je dat die groene objectherkenningsblokjes daar overheen gaan. Wat wij doen is geen videorecording, maar stappenrecording. Dus wanneer ik er overheen beweeg, herkent het ding het object en weet dan precies wat hij moet opnemen. Eindresultaat, ik klik op die stopknop en ik heb eigenlijk mijn guide al grotendeels klaar. De instructie, nou, klik op mijn stok, dat moet ik dan even aanpassen, heeft hij dan niet automatisch herkend, niet helemaal goed geklikt hier. Klik op material, klik op en vul allemaal in en die schermen kan ik eenvoudig aanpassen. Dus met een dubbelklik erop kan ik die informatie nog wat verfijnen. Ik zeg, nou, ik wil daar iets meer context laten zien in deze stap. Nou, dan heb ik daar die context in staan. En zodoende kan ik zelf informatie wijzigen. Ook deze tekst kan ik simpel wijzigen. Ik kan extra informatie toevoegen. Als ik een leuke tip wil geven bijvoorbeeld. Ik kan stappen toevoegen. Ik kan stappen verwijderen. Ik kan de volgorde van de stappen aanpassen. Indien dat mogelijk mocht zijn. Maar eigenlijk heb ik feitelijk al die stappen opgenomen. En door een eenvoudige fine-tuning in die guide heb ik ze eigenlijk al beschikbaar. Nou, mochten er gegevens geblurred kunnen moeten worden, ook dat is een mogelijkheid. Ik zal even een kleine illustratie geven. Stel dat er iets in staat wat niet gezien mag worden. Ik pak even een objectje hier en stel dat hier persoonlijke data achter zou staan, wat in dit geval niet het geval is, kan ik daar die gegevens nog blurren. En op het moment dat ik dan op oké klik en hem opsla, is dat ook echt fysiek geblurred. Dus rekening houden met AVG-regels, met klantinformatie bijvoorbeeld. Laatste stap zou zijn, ik upload dit terug naar de server en dan gaat het een workflow in. Want ik heb het gemaakt, dan wordt het gereviewd en vervolgens wordt het vrijgegeven. En als het is vrijgegeven, betekent dat de eindgebruiker dit kan zien en automatisch contextgevoelig gekoppeld is aan de transactietegel die ik waar ik de transactie ben gestart. Ja. Ja, we zien hier nu een Nederlandse instructie. We hebben ook wat Engelstalige content gezien. Kijk, in het geval van SAP-klant is het best wel relevant dat je ook je content kunt localizen op meerdere talen. Hoe gaan wij daarmee om, Twan, in de DTS Performance Suite? Ja, nou, daar kom je eigenlijk terecht in het grotere beheerstuk. Hè? Want wat ik daar straks al aangaf is een tool om die effectieve performance support te laten bieden, dan moet je die content up-to-date houden. En dat betekent ook up-to-date natuurlijk als er wijzigingen hebben opgetreden, maar ook in meerdere talen. Dus dan moet een heel systeem achter zitten om daar mee te kunnen werken. Nou, ik heb nu de tijd niet om volledig dat proces te laten zien. Maar als ik bijvoorbeeld hier, ga ik even op zoek naar mijn Manage Stock documentje. Het is meer dan even als illustratie. Wat wij dan doen is varianten aanmaken. Dus deze variant is op dit moment in de Engelse US-taal gemaakt. Ik kan daar eenvoudig een variant van maken. En die variant, op het moment dat ik die maak, een variant maken. Oh, open het op een ander scherm, haal hem er even naartoe. Dan zie je eigenlijk in deze stap dat ik hier kan kiezen uit zo'n 40 talen die we standaard ondersteunen. Nou, omdat die stap voor stap instructie wordt gegenereerd, klik op. Doe dit, doe dat, selecteer hier enzovoort. Zijn deze teksten automatisch al vertaald in al deze talen die je daar ziet? Dus op het moment dat ik hier een andere taal kies, het document ga maken, dan worden die standaardteksten al automatisch omgezet. En hoef je eigenlijk alleen nog maar de zelf ingetypte aanvullende teksten eventueel te vertalen. Nou, ook daar hebben we vertaalfunctionaliteit voor. Kan bijvoorbeeld geëxporteerd worden naar XLIF formaat. XLIF is een bekend formaat bij vertaaltools. Maar het kan ook naar een Word document. Je vertaalt het daar, je importeert het. En op alle plekken waar die tekst staat in jouw document, of het nou een e-learning, een guide of een document output is, wordt automatisch op die manier vertaald. Nou, mogelijkheid om screenshots opnieuw te capturen. Want in een andere taal kan het zijn dat je taal anders is, maar het kan natuurlijk ook zijn dat je screenshots anders zijn. Ik kan Engelstalige instructie bij een Engelstalige screenshot interface hebben, maar ik kan ook Nederlandstalige instructie hebben bij een Engelstalige interface, maar ik kan natuurlijk ook
een Nederlandstalige instructie hebben bij een Nederlandstalige interface of een andere taal. Nou, daar kun je allemaal rekening mee houden, zodat vertalen makkelijk wordt. En die documenten zijn dan ook aan elkaar gerelateerd. Die hebben een connectie. Dus als je dan de ene vertaald geüpdate hebt, dan volgt uiteraard ook de update in de andere taal die je dan doorloopt. Ja, helder lijkt me. Nou, als eigenlijk tenslotte, en ik kijk ook even naar de tijd. Gezien het feit dat klanten vaak te maken hebben met updates en andere belangrijke veranderingen, dat is echt aan de orde van de dag uiteraard, is onderhoud essentieel, hè? Dus ook het updaten van content. Hoeveel werk is er nu eigenlijk om je content aan te passen en om je content up te daten? Ja, nou ja, het is essentieel en een must. Een systeem wat niet in staat is om content snel aan te passen, is niet bruikbaar. Zeker in het moment dat we naar de cloud-omgeving gaan. Die traditionele SAP-omgeving, ja, dat is jarenlang exact hetzelfde gebleven. Maar ja, we zitten nu in die cloud-wereld waarin met één druk op de knop de volgende dag situatie net anders kan zijn. Nou, om daarmee om te gaan moet je natuurlijk het systeem hebben wat heel snel in staat is om documenten te up-to-daten. Daarom maken wij bijvoorbeeld bij de e-learning en die documentatie guide gebruik van single source formatting. Dat betekent, ik maak hem één keer, maar die levert in één keer 3 verschillende output-formaten. Dus die managed stock die hier zat, als ik die maak, dan maak ik eigenlijk in één keer die e-learning. Die we net ook kort hebben bekeken hier zo. Die wordt als output gemaakt. Even terug naar de autismegeving. Die stap-voor-stap guide of documentatie. Zoals we hier zien. En die stap-voor-stap guide. Ander scherm. Die worden tegelijkertijd gemaakt. Betekent, daar haal je al een enorme winst in. Nou, dan moet er natuurlijk worden geüpdate. En dat geldt voor de update hetzelfde. Op het moment dat je het update, worden al de 3 formaten eigenlijk gelijktijdig aangepast. Dus in verschillende output formats help je daar al een hele hoop tijdwinst te halen. Daarnaast werken wij niet met video recording, bijvoorbeeld met een e-learning, maar stap voor stap recording. Betekent dat je elke individuele stap kunt aanpassen. Als alleen 3, 4 en 5 zijn veranderd, dan pas ik alleen 3, 4 en 5 aan. Als daar een stukje moet verwijderd worden, dan verwijder ik het. Wordt het geëdit. Moet het vervangen worden door 3 nieuwe stappen, dan vervang ik alleen die 3 nieuwe stappen. Daarnaast maken we gebruik van een functionaliteit die heet re-recording, waarin je snel op basis van de bestaande recording de al opgenomen stappen volgens een script laat uitvoeren, waardoor je heel snel een document weer kunt updaten. Ja. Nou, dankjewel Twan. Ik denk dat dit een mooie impressie is van de oplossing. Ook met het oog op de tijd. Ik denk dat we nu even richting de afsluiting kunnen. Als jij mij weer presenter kan maken, Twan. Ik ga jou presenter maken. Dan neem ik hem weer over. Ja. Ja, jullie zien mijn scherm weer. Nou, samenvattend wil ik nog even ingaan op wat eigenlijk nu daadwerkelijk de voordelen zijn van dit soort toolingen. Een Digital Adoption Platform doe ik vanuit 2 perspectieven. Allereerst vanuit het perspectief van de gebruiker. Ik ga zo in op het perspectief van de organisatie. Nou, allereerst, als we kijken naar de voordelen voor de gebruiker, dan zitten echt die voordelen, met name die werkplekssporten. Dus die contextgevoelige performance wordt in het werkproces. Kijk, dat die werknemer dat die niet meer hoeft te zoeken op het intranet. Of moet gaan bellen naar de helpdesk. Van waar ligt dat nu? Een functioneel beheer moet benaderen om echt te zoeken naar een werkinstructie om door vooruit te komen in het werkproces. Nou, daarin bieden we echt ontzettend goede begeleiding ook. Het is intuïtief. We kunnen het cross-applicatie doen, dus zo kunnen we ook een keten aan applicaties ondersteunen. Met daadwerkelijk 1 klik op de knop, 1 klik op het sinaasappeltje, zoals we het van niet zien. Het is niet zoeken, het is eigenlijk on-demand een helpdesk, digitale helpdesk oproepen. En dat wordt echt als een groot voordeel gezien in de praktijk. En ook die procesboring, aan de orde van de dag vandaag om te werken volgens door de organisatie gehanteerde werkproces. Ontzettend belangrijk. Hè? Dus ook dat je die proceskennis echt stimuleert en men inzicht geeft in het werkproces, wat echt leidt tot prestatieverhoging, maar ook echt vermindering van fouten. Hè? Garbage in is garbage out. Daarnaast is het ook ontzettend tijdsbesparend. Hè? Dus in plaats van dat je een belletje moet doen naar de helpdesk of naar functioneel beheer, heb je direct op je beschikking, op het moment dat je vastloopt, je roept de quick access op, je roept de sinaasappeltje op, je krijgt direct in de context van het werk, in de context van je rol, krijg je de relevante, precies genoeg, krijg je relevante instructies, documentatie, e-learning en dergelijke aangeboden. Nou, als 5e, en niet heel onbelangrijk, is dat ook je kennis gecentraliseerd is. En wat we vaak zien in de praktijk is dat er bij verschillende afdelingen instructies worden gemaakt, net wie verantwoordelijk is voor die applicatie of voor het onderdeel van de applicatie. Nou, met dit soort tooling kun je al je kennis, dus ook de kennis die je maakt, maar ook de kennis die je al in handen hebt, hè, wat Twan ook liet zien, PDF's, Excel-sheets, dergelijke, kun je centraal borgen in je documentbeheersysteem, het systeem wat Twan ik net even kort liet zien. Kijk naar de organisatie.
Nou, ook voor de organisatie moet het natuurlijk iets opleveren. Allereerst je besparing op ontwikkeling. Twan liet net snel even de recording zien. En je ziet hoe snel je een instructie maakt, hoe snel je een e-learning maakt, hoe snel je een document aanmaakt die echt iets zegt over de taak die je moet doorlopen. Maar ook dus het recorden, maar ook drie recorden, Twan. Dus als je iets moet updaten, hoe snel dat dan weer gaat. Dus in plaats van dat je, wat gewoon in de praktijk gebeurt, men maakt een instructie, er verandert iets in je omgeving en ze kunnen bij scratch opnieuw beginnen. Nou, in dit geval hoeft dat niet meer. Je hoeft alleen maar een update te draaien, een keer een re-recording draaien en je hebt je instructie weer up-to-date of je document of je microlearning, net wat je wil. Daarnaast wordt het als groot voordeel gezien dat je ook dus je bestaande kennis, we hebben het eerder al genoemd, dus alles wat je al hebt te contextualiseren, dus in de context van het werk aan te bieden in het werkproces. Ten derde, dat je het niet heel onbelangrijk, veel SAP-klanten zijn internationaal actief, global actief. Nou, je wil je content ook kunnen localizen. Ook dat liet Twan het even zien, hè, dat je aan de hand van varianten, dus je hoeft je content toch maar één keer te maken. Je maakt alleen een variant aan voor een andere taal. En zo kun je je instructies ontsluiten aan verschillende medewerkers op verschillende locaties ter wereld. Maakt het niet uit. Ja, daarnaast is het een heel duurzaam systeem, hè, doordat je heel efficiënt, effectief werkt. Je kunt ook, zelfs met workflows zijn we nu niet aan toegekomen, je kunt met workflows werken. Dus bijvoorbeeld, ik heb de rol dat een instructie maakt, je moet wel een controle krijgen van iemand. En dat maakt het heel efficiënt en effectief in de praktijk. Nou, en last but not least, ik kijk ook even naar de tijd, is deze tooling ook heel kostenbesparend. Hè? Dan heb je het eigenlijk enerzijds, zoals het hier staat, dat je vermindert de kostenintensieve klassikale training. Hè? Dus je focus je wat minder op het trainen vooraf, maar meer, het is niet zo dat je het helemaal schrapt. Je gaat je focus veel meer verleggen op de support in het werk, in het werkproces. Wij noemen dat ook al 70-20-10 en die 70 staat voor het percentage wat je leert in de context van het werk, in het werkproces zelf. Dus daar ligt echt de besparing, omdat je veel minder die dure, kostintensieve klassikale trainingen nodig hebt, waar je die vergeetcurve ook al behoorlijk snel omlaag gaat. En daar hebben we het daar alleen maar over. Hè. Ik heb het dan nog niet over de kostenbesparing die je maakt op het maken van content, ook het onderhouden van content. Dus daar zit ook nog een behoorlijke kostenbesparing aan gekoppeld. Ja, dat eigenlijk onze oplossingen. Een stukje concept, een stukje praktijk, een stukje samenvattend. Wat levert de organisatie nu op? Dan gaan we al richting de afsluiting. Onder andere hebben we nu even de tijd voor vragen. Voordat we dat doen, wil ik nog even zeggen dat de presentatie wordt natuurlijk achteraf gedeeld. Nou, dat wat we net eigenlijk doorlopen hebben, heb ik hier nog in een kort filmpje. Dus als je deze presentatie krijgt en je wil nog eens zien van hoe zat het nu, of je wil het delen met een collega of iets dergelijks, dan heb ik hier een kort filmpje toegevoegd. Een film van 6, 7, 8 minuten geloof ik, Twan, die je kort even door het scenario leidt. Ja, en je zult het weer met mijn stem moeten doen. Dus. Ja, helaas is het, of gelukkig is het de stem van Twan. Ja, dan dat gezegd hebben we net. Dan komen we bij de vragen uit. Ik weet niet of er vragen zijn überhaupt. Ik heb zelf ik kijk even naar Remy. Nee. Ik heb tijdens de presentatie geen vragen binnen zien komen. Ook niet in de chat. We hebben nog een paar minuten. Dus als er vragen zijn, roep ik de aanwezigen op om ze nu te stellen. En zo niet, dan niet. Maar bij deze zijn er vragen. Dat was het een heel helder verhaal, denk ik. Ja, sowieso was het een heel helder verhaal. Vanuit deze positie en ook namens de VNSG, Jelle en Twan, super bedankt voor deze presentatie. Op basis van dat er geen vragen zijn, ga ik er ook inderdaad vanuit dat het een helder verhaal is. En heel toepasbaar misschien ook in de praktijk voor deze en gene. En zoals je al zelf had gezegd, het is opgenomen. Dat betekent ook dat dit nog eens een keer ook door degenen die deze presentatie niet hebben bijgewoond ook kunnen worden bekeken. Wat zeer handig is, lijkt mij. Wat mij betreft bedankt. En ook de aanwezigen bedankt voor het bekijken van het webinar. En heel veel succes met het toepassen in de praktijk. Dank jullie wel. Bedankt voor deelname. Tot ziens. Ja, jullie ook bedankt.